overwinning van Heijs Hockey in een matig bezette Uithof met 6-0 van Den Bosch, de Red Eagles. En naast ons, of naast me, staat Marcel Kars. Onze aanwinst, die vorig jaar vierde op de topscorerslijst staat. Maar we willen even vragen, want er zijn de mensen wel benieuwd naar. Marcel, hoe is het met je blessure? Ja, de blessure is een little bit pain, maar volgende week, ik denk het is oké. En ik probeer volgende week voor de eerste wedstrijd. Zeker weten? Zeker weten. Ik denk dat de mensen dit wel goed hebben verstaan. En hij heeft een beetje moeite met het Nederlands praten, maar... Dat gaat. En hoe bevalt het hier in Den Haag? How is it here in the Ake for the second time? It was here for the tweede keer. Eerste keer was great, and now again some of the same faces. And I think it's going to be a good year with a really good bunch of guys. Okay, thank you. Thank you. And a lot of success this season. Ja, dankjewel. De volgende die we voor de camera hebben is de steunend toeverlaat van Heijs Hockey. En het is Bas Britsga. En ik mag hem zeker een compliment geven, want ik denk dat Bas er nog nooit zo goed uit heeft gezien in de competitie. Bas, ben je zo gefocust dit jaar? Ja. Eredivisie niveau hoger. En we hebben een goed team, we trainen hard. En de sfeer zit er gewoon goed in. Dus we hebben allemaal de wil om de focus te en de focus om de play-offs te halen. Ja. Ja. Dat is heel goed. En vertel jij eens over in het heel kort het wedstrijd gebeuren deze avond vergeleken met een vrijdag. Ja, je ziet een duidelijk verschil in de tweede wat mindere periode. In de derde periode, dan pakken we het even heel goed op. Eerste periode gingen we goed, tweede periode zakken we een beetje terug. Na de thee in de kleedkamer, dan stappen we naar buiten en dan maken we van de derde periode gewoon een 5-0 winst. Oké, het was 6-0 hè? Uiteindelijk 6-0 ja, maar de periode was 5-0 hebben. Oké, is heel goed. Ja. En hoe bevalt de nieuwe trainer? Ja, ik kan niet anders zeggen als goed, toch? Nee, Chris is een relaxe man die duidelijke structuur neerzet. Veel vraagt van iedereen. En ons motto is, wij spelen snel, hard en een simpel game. Is goed, jongen. Hey, hoe is het met je pink? Want dat weten de meeste mensen niet. Ja, die pees is afgescheurd, dus ik moet met een spalkje lopen. Ja, ik moet eigen rust hebben, dan zou ik pas in december mogen spelen, maar dat gaat niet worden. Is goed, jongen. Ja. Hey, volgende week heel veel succes in België. Dankjewel. En we gaan er met z'n allen voor. Dankjewel. Oké, en de derde die we bij ons hebben is één van de drie broertjes. En dan gelijk maar met de vraag met de deur in huis te vallen. Hoe is het om met twee broers in één lijn te spelen? Ja, hoe is het? Het is gewoon braddelaf, hè? Braddelaf? Dat is altijd goed, toch? Met je broertjes in één lijn te spelen. Maar dat kan ook een voordeel zijn, maar het kan ook een nadeel zijn. Want als één vecht, dan moeten we met z'n drieën vechten. En als één een check krijgt, dan moeten we samen incasseren. En dat is wel moeilijk. Dat vechten, heb je al een lichte... Daarom ben ik al geschorst voor de competitie, ja. Dat is dus heel spijtig, hè? Ja, zo kut, ja. Dat is spijtig. Ja, heel spijtig, ja. Hey, we gaan afsluiten. En ik wil jou, drie of vier korte vragen stellen. Dan moet je gewoon heel kort op antwoorden. Ja, is goed. Ja, links of rechts? Links. Hard gekookt of zacht gekookt? Hard gekookt. Onder of boven? Boven. En de laatste, die ben ik vergeten. Hey, heel veel succes volgende week. En ik denk dat we een heel mooi seizoen tegemoet gaan. Ja, toch? Heel goed. En heb jij nog wat te zeggen tegen de mensen? Nou, ik zou niet weten wat. Nee. Hey, dat was het voor deze week. We gaan volgende week naar Heijs tot den Berg. En dan... Zonder mij. Zonder Stees. En dan gaan we, bulderen. Ja, toch? Oké.